Komt u verder? Ja, doe rustig aan. Laten we daar zitten. Doe rustig weer aan. Ja, blijf je rustig of niet? Ja, dat is het ding af. Dan, als je rustig blijft, moet je het uit. Ja, dat is goed. Ja, ja. Berend Karel Heddo. Yes. Geboren 17 oktober 1984 in Almelo. Yes. Dat klopt. Top. En u zit op dit moment gedetineerd. Sorry? U zit op dit moment gedetineerd. U zit ja, dat klopt. Ja, hier in de Karelskamp in Almelo. Ja, super gezellig. Ja. Ja. Nou, meneer Heddo, u moet goed opletten wat er straks allemaal gaat gebeuren. Wat allemaal gezegd wordt. U hoeft geen antwoord te geven op vragen. U heeft het recht om te zwijgen. Of dat soort dingen. Ja? Heddo, we gaan het vandaag als volgt doen. Ik ga eerst met u bespreken wat er allemaal precies gebeurd is. Natuurlijk, ja, klopt, maar dat wil je precies weten. Ik wil bijvoorbeeld van u weten hoe u daartoe gekomen bent. We hebben heeft u daar nog hulp bij gekregen om... Volgende week dat gaan lopen, want het hetzelfde neer. Er is geen onderscheid tussen man en vrouw, nee. Zoals je al zei. Het zijn allemaal dezelfde, ze hebben dezelfde knoopjes, dezelfde vrouwlijnen. En hoeveel knoopjes zitten daar zo'n... heleboel. Een heleboel, maar deze zijn niet de knoopjes die je dicht moet doen. Nee, nee. Dat zijn deze. Ah, tuurlijk. Dus dat zijn nepknoopjes eigenlijk. Dat zijn de eigenlijk nepknoopjes en daarachter ja. Zitten de echte knoopjes die je dicht moet doen. Dan het thema is de rechter staat tussen staat en straat. Tussen staat en straat. Ja, de rechter tussen staat en straat. Wat houdt het in? Wat willen jullie daarmee uitbeelden of uitbrengen? Nou, de rechter, de rechtspraak, die staat natuurlijk nou, letterlijk in, zoals in het thema staat, tussen staat en straat. Heeft te maken met alles wat er op straat gebeurt, met de harde werkelijkheid. Maar ook te maken met wetgeving, met overheid en moet daarin... Ja, daarin bemiddelen soms bijna een middenweg vinden en dat proberen we te laten zien. Bijvoorbeeld met een hennepzaak vandaag en ja, door te laten zien wat de gevangenis hier doet, die er zijn, de P.I. de Karelskamp en andere organisaties, de reclassering, die ook heel veel met die straat te maken hebben. Ja, 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 ja.